De gevolgen van het bestaan van corruptie zijn zowel op nationaal als internationaal niveau zichtbaar. Voor de nationale aanpak heeft president Chandrika Prasad Santokhi gisteren de anticorruptiecommissie geïnstalleerd onder voorzitterschap van Ilse Krenten. De benoeming van deze commissie vloeit voort uit artikel 2 van de anticorruptiewet. Voor de rechtsstaat zal het betekenen dat er preventie zal zijn van corruptieve handelingen. President Santokhi zegt dat ook op internationaal niveau wordt gekeken naar de installatie van de anticorruptiecommissie. Het CCPR Healthy Lifestyle Officer programma wordt sinds de start van dit jaar ondersteund door Newmont in samenwerking met Crown Agents. Het Healthy Lifestyle programma is een onderdeel van een reeks projecten die in de afgelopen periode zijn uitgevoerd en de komende periode nog doorlopen. Newmont heeft dit programma omarmd en ondersteund om samen met enthousiaste officers een waardevolle bijdrage te leveren aan versterking van onze jongeren. In totaal zijn er 20 officers getraind om interactieve sessies te verzorgen. Het volledig nieuw gebouw Gezondheidscentrum van de RGD te Kwarasang is gisteren officieel in gebruik genomen. President Chandrika Prasad Santokhi heeft de nieuwe dependance middels het doorknippen van het lint en het onthullen van het naambord officieel voor geopend verklaard. Het RGD Gezondheidscentrum Kwarasang is onderdeel van de Health Facilities Improvement Project, bestaande uit 7 projecten die gefinancierd worden door de OPEC Fund for International Development.